super tolle Schlagerschwestern met Wunderbar. Wunderbar. Inderdaad, ja. Moeten we even terugkomen op vorige week hiervoor? Waar doe je op? Vorige week had ik inderdaad iets beloofd. Ik had namelijk een hele tekst geschreven, trouwens ook voor jou, meng je hierin. Ik had een tekst geschreven voor een carnavalsnummer, want ik wilde graag jullie gaan evenaren, of tenminste, ik wilde een poging doen tot, dat zou heel lastig worden, want wat jullie hebben gemaakt is natuurlijk niet na te doen. Nee, gelukkig niet, zeg. Nee, inderdaad. En ik wilde dat doen. Ik had inderdaad een tekst geschreven en ik had een melodie gevonden, een instrumentaal voor een carnavalsnummer en het was best leuk, het idee was heel leuk. Toen ben ik gaan proberen dat uit te werken. De uitwerking was gewoon niet te doen. Het is gewoon heel lastig om bovenop een nummer tekst op te nemen. Klinkt heel raar, maar in de studio werk je met afmixen, dat soort dingen. En dat lukte mij gewoon. Het ging echt niet lukken. Ik kon natuurlijk niet met lege handen aankomen. Nee. Dus ik dacht van, nou ja, jullie hebben zo'n dikke knijterhit gemaakt. Jij gaat hem live nadoen. Nou, dat niet. Jammer. Nee, zeg. Ik moet hier wel iets mee gaan doen. En toen heb ik dat nummer gepakt. Ik dacht, ja, er is helemaal... Normaal gesproken worden van hele goede carnavalsnummers, worden er ook remixes gemaakt. Mm-hmm. Dus ik heb een artiestennaam aangenomen, daar heb ik patent op gekocht. Oh mijn god. DJ Rommelmarkt. DJ Rommelmarkt heb ik gemaakt en ik heb er een remix van gemaakt. Oh, ik ben benieuwd. DJ rommelt maar wat aan, bedoel je? Ja, precies. Ja. Ik zou trouwens alvast, als je zit te luisteren of iets dergelijks, zeggen dat het echt heel erg slecht is. Het is ook niet zo heel lang. 3 minuten maar. Het is even een zure appel één bijten, maar dan heb je uiteindelijk ook wat. Zou ik maar gewoon zonder... Ik ben heel benieuwd. Ja, echt? Ja. Het is een remix ervan. Zou ik het gaan opzetten? Ja. Oké, even een officiële aankondiging. Zet hem op. Dit is... Wat zegt het volk? Al moet ik super de Rommelmarkt remix. Thank you.
vinden we hiervan? Wat vinden we hiervan? Hey, nou, om even antwoord te geven. Ik heb 2 puntjes. Oké. Okay. Wow. Het eerste puntje is, we kunnen wel naar huis gaan, want er zit nu echt niemand meer te luisteren. Nee, dat was ik al bang voor inderdaad. En het tweede puntje, ik wil je wel even een enorm compliment maken. Oké. Okay. Want jij hebt iets bereikt wat waarschijnlijk niemand kan bereiken. Je hebt dit nummer namelijk nog slechter gemaakt. Applausje voor jou. Dankjewel. Het leuke is ook nog, dit heeft mij 1,5 dag gekost. Jezus. Ja, echt waar. Het is echt heel veel werk geweest. En toen ik het eindresultaat hoorde, dacht ik inderdaad echt van, ik krijg nooit meer een baan.